Zij is een van de leukste, geestigste en meest intrigerende dichters in ons taalgebied. Zij heeft al 4 bundels op haar naam staan, waar bijvoorbeeld de volgende regels uitkomen. Ik kreeg ze maar niet uit mijn hoofd. Mijn geboorte was moeilijk voor mijn vader. Plots moest hij een naam bedenken voor een eczeemgezicht. Geld uitgeven aan troostende spenen. Zijn gitaar aan de waslijn hangen. Calvados op een hoger schap zetten. Of opgeven. Nee, nooit zal hij de Calvados opgeven. Ze schreef 4 bundels, waarvan de meest recente zijn Blinde gedichten en Schachten en amuletten. En een van haar gedichten, is misschien wel leuk om te weten, de VJ van dienst vanavond, Studio M, die zijn bij haar thuis geweest om de totstandkoming van een van haar gedichten te filmen, om in een compositie te maken. En die wordt op het eind van haar voordracht hier op deze schermen vertoond. Dus let u niet alleen op de dichteres, maar ook op de schermen. Dus ik zal verder mijn mond houden en nu het woord geven aan de geweldige Delphine Lecomte. Goedenavond. Ik kom helemaal uit het verre exotische Brugge om jullie te vermaken met enkele gedichten. En ik begin met het eerste gedicht uit mijn allereerste bundel. Ademloos. Toen je auto de tunnel indook, hielden we onze adem in. Dat hadden we zo afgesproken. Nog voor ik het licht aan het einde zag, had ik al opgegeven en 3 maal mijn longen gevuld. Maar zonder jouw adem naast mij voelde het alsof ze werden gevuld met natte aarde. Ademloos bereiken we de parking van een vijandige meubelketen waar je gerookte zalm op Zweeds brood kan eten, terwijl je kinderen of die van een ander verdrinken in een bad van ballen of simpelweg worden meegelokt. Je kocht een sofa voor je dochter die alle mysterie uit haar leven heeft gebannen en dus werkt aan winsten op varkenskoteletten. Het werd een beige sofa met rode spikkels waar je geen aanstoot aan kan nemen. Op de terugweg werden we bevangen door smog en weemoed. Jij door smog, ik door beide. Mijn hommage aan de IKEA, inderdaad. Dat hadden jullie begrepen. En dan nu een gedicht uit mijn laatste bundel. Er was een park en daar dribbelde een engel. Op de stilstaande bus zit een dermatoloog te klappertanden. Het is de dermatoloog van mijn moeder. Haar huid is nogthans gekmakend gaaf. Het klappertanden klinkt als verkalkte geitenhoeven op een kurkdroog basketbalterrein. Nu moet ik een keuze maken. Schrijf ik verder over wijn of over een dribbelende engel op het basketbalplein van mijn 11-jarige sensualiteit. 11 is jong genoeg om verliefd te worden op een engel. Wist ik veel dat hij niet geslachtloos was. Hij noemde mij Marjolein met een lange ei. Iedere vrijdag kocht hij goudvisvoer voor mij. Ik kon het niet over mijn hart krijgen het goudvisvoer te weigeren. Nadat mijn goudvis was gestorven, heb ik nog 10 maanden het goudvisvoer aanvaard. Daarna is hij verhuisd. Mijn vader heeft toen een knaagdier gekocht om mij te troosten. Toen mijn vader hem kocht, had hij een kater. Maar de cavia was kerngezond. Ik heb hem Plato genoemd en blind gemaakt. Wist ik veel dat hij niet zingen kon. En dank u. En
hele lieve mensen uit Tilburg zijn naar Brugge gekomen om mijn een gedicht om mij op te nemen terwijl ik een gedicht neerschrijf. En de kneuterige woonkamer waarin het gedicht neergeschreven wordt is de woonkamer van mijn partner en mijn muze die hier ook aanwezig is. En het gedicht is, en als alles goed gaat, verschijnt het nu. Ja, daar gaat mijn vriend. Daar gaat mijn vriend. Hij is weer eens vrolijk. Hij struikelt over de verpakking van een tuinschaar. Hij valt op zijn goedige tronie. Zijn neus bloedt en hij lacht. Want alles is hilarisch en niets is tragisch. Behalve de teloorgang van de Vlaamse vechtzucht en de hoge autotax. Daar gaat mijn vriend. Hij gaat met diabetische voeten en ectropische ogen. Ik heb ook moeten opzoeken wat het betekent. En wat het betekent is nog een beetje potsierlijker zijn in al je vulgaire, ostentatieve sterfelijkheid. Daar gaat mijn vriend. Hij zingt een wijsje over een redelijk venijnig meisje. Gelukkig wordt ze gestraft. Het is belangrijk dat meisjes worden gestraft wanneer ze in het gezicht van mannelijke overmoed lachen. Dus wordt ze omvergereden door een vrachtwagen die opblaasbare reptielen vervoert. En haar naam is soms Candy, dan weer Delphine. Dank u wel. Dank u. Delphine Lecomte, dames en heren.